Die komen vast komen ze eten. Ja, dan praat je met de mensen. Er is ook één vrouw, maar die is helaas overleden. Die kwam hier ook. Ja, nu door het eten. Maar, het is altijd gezellig hier dan. En natuurlijk, Denise kan ik ook. In een behoefte juist in dit complex hier. Er zijn heel veel alleenwonende ouderen. En sommigen die hebben niet veel contact, anderen wel. Maar we merken ook, er groeit ook iets van een sfeer met een heel stel ouderen die hier iedere week of eens in de twee weken komen. En dan hebben we aan zo'n tafel waar alle alleenstaanden zitten. En soms zit je met gasten aan een andere tafel. En dan heb je ook gesprekken over van alles. De beste manier om een vleien te weerstaan is eraan toe te geven.